eerste online college van het jaar. Let's go. Oeh, dit licht. Hallo en het is super leuk dat je kijkt naar deze video. Helaas, ook ik moet eraan geloven om online les te gaan volgen. Nu moet ik zeggen, Universiteit Rotterdam is best wel vaag. Het is nog niet helemaal duidelijk, zeg maar, of we nou helemaal naar online gaan. Of dat het ook nog deels fysiek blijft. Het vak van vandaag was zo van, nou, we doen het gewoon online. Op zich ook prima, want dit is een vak met niet alleen onze studie, maar met ook heel veel andere studies. Dus logisch dat dat dan niet fysiek met meer dan 100 man in een zaal is. Maar voor mijn andere college deze week weet ik nog niet zo goed of ik wel naar Rotterdam ga of niet. De Universiteit van Rotterdam is ook weer van, ja, je mag ook wel gewoon komen, maar dan is de docent niet in het lokaal, maar dan kan je dus via je laptop in het lokaal naar de docent kijken. Het is allemaal heel vaak, dus ik weet het zelf ook nog niet precies. Over 4 minuten begint mijn werkgroep. Ik ben dus echt helemaal hyped, want ik heb net mijn scriptiebegeleider te horen gekregen. Sorry, ik zit echt op een kraakstoel. Ik moest een top 5 opgeven minimaal. Ik had iemand op 1 gezet en zij had nog maar 1 plek, maar ik ben dus bij mijn nummer 1 geplaatst en ik ben echt helemaal blij, dus dat is echt super fijn. Maar goed, ik ga nu eerst even naar mijn werkgroep. Ik heb vandaag op zich best wel een drukke dag. Even kijken hoor, hoorcollege gehad, werkcollege gehad. Ik had net even een meeting voor presentatie. Ik moet vandaag, of ik wil vandaag nog editen. Beginnen aan een opdracht, een presentatie afmaken en filmen. Ik gebruik nu, best handig, die herinneringen app op mijn telefoon. En daar kan je dan allemaal to-do-lijstje maken. Echt best wel chill. Ik weet echt niet wat het is, maar ik heb zo'n stress opeens. Ik ging echt best wel lekker vandaag en dan heb ik had ook gewoon een lijstje gemaakt met de dingetjes die ik dan wilde doen. En dan heb ik dat ook allemaal gedaan. En dan voel ik me toch niet voldaan. En ik vind dat zo vreselijk irritant. Ik heb dus binnenkort een deadline. Ik vind het altijd heel moeilijk om dan te beginnen aan een deadline. Tenzij ik moet samenwerken. Dan vind ik het altijd wel prima. En dan heb ik eigenlijk ook nooit echt stress. Op het moment dat ik het individueel moet gaan doen, dan denk ik alleen maar van, het moet af. Je moet nog heel veel, je moet dit nog. En dan wordt het een beetje chaos in mijn hoofd. En dan probeer ik wel gestructureerd te gaan werken. Dus dan begin je gewoon met de inleiding. Dan ga je dat eerst rustig doen. Maar dan, terwijl ik dat aan het doen ben, zit ik ook alleen maar te denken van, ik moet dit nog doen, dit nog doen, dit nog doen. Terwijl die deadline, het is echt helemaal niet echt een big deal of zo. Maar dan maak ik het zo groot in mijn hoofd. En ik raak dan ook alleen maar gefrustreerd met mezelf. Omdat ik dan denk van, Vee, doe even een beetje kalm. Zeg maar, ik weet ook dat het nergens op slaat. Maar toch, ja, krijg ik helemaal stress. En daardoor word ik ook weer gefrustreerd van, hallo, maar je had echt prima cijfers, dus doe even rustig. I don't know, ik word echt gek. En dan is het niet dat ik nu denk, oh, ik ga lekker in bed liggen, lekker chillen. Maar ik ben echt zo van, Oké, laat ik maar stoppen. En dan ga ik alsnog met heel veel stress in bed liggen. Maar dan voel ik me niet voldaan. Echt, waarom? Dat slaat. Ah! Goedemorgen. Het is echt super vies weer, maar ik dacht, misschien is het toch goed om even uit huis te gaan, want anders zit ik de hele dag binnen. Dus, ik ben bij de Biep in Utrecht. Ik hoop dat er nog plek is, want volgens mij zijn er nu minder plekken door de aangescherpte maatregelen. En de Biep is al 10 minuten open en volgens mij gaat die plek altijd echt super snel. Besteed. Ik ben op zich ook wel opgeschoten, dus dat is wel fijn. En ik probeer het dus gewoon echt nu een beetje stapsgewijs aan te pakken, die hele opdracht. Zoals ik al zei, ik had vanochtend echt geen zin om uit huis te gaan, maar ik ben echt heel blij dat ik het toch gedaan heb. Even die afwisseling van omgeving is dan wel echt chill. Morgen gaat mijn college sowieso fysiek door, dus dat is ook wel echt fijn. Ik ga even koken en ik ga even een heel makkelijke, maar lekkere curry maken. Het is eigenlijk een kwestie van groenten die je lekker vindt.
in een pan fruiten met een uitje en knoflook. Dus ik heb paprika, wortel en tomaten. En dan doe ik er ook nog een beetje spinazie in. Dan van die currypasta erbij. Een beetje kokosmelk, linzen. En dan eet ik het met pita. Het is 9:15. Ik heb om 9:00 nog even een meeting, want ik heb morgen presentatie te doen. We gaan nog even de laatste dingen doorspreken. Ik merk alleen dat ik een beetje chaos heb in mijn hoofd. Dus dan is het altijd even tijd om weer een planning te maken. Ja, ik ga even een plannetje maken. Moet. En dat uur wil ik even heel net gaan besteden. Ik ga eventjes lunch smeren, mijn spullen inpakken. De keuken is ook echt een ravage. We gaan nu nog heel even snel presentatie doornemen en dan daadwerkelijk presenteren. Ik heb net presentatie gehad. Gelukkig ging het goed. En nu ga ik lekker naar huis. Ik ben even in de stad, want ik wil heel graag een echt warme winterjas. Zoals deze jas die ik nu aan heb. Dat is prima voor een graad of 10, maar daaronder is het gewoon echt koud. That's the color you wore when I met you. I said I thought. Ik heb uiteindelijk helaas geen jas gevonden, maar ik moet nu weer naar huis, want ik moet werken. Het is inmiddels echt al 9:30 en ik heb zo hard gewerkt vandaag aan mijn deadline en ik ben echt best wel aan het eind gekomen, dus daar ben ik heel blij mee. Ik heb ook nog gewerkt en ik ben helemaal gaar. Ik moet morgen ook weer om 9:00 op de uni zijn, dus ik ga lekker afsluiten, tas inpakken, mijn bedje in. Oh, ik wil ook nog douchen, want dat wil ik morgenochtend niet doen. Oké, nou, dat ga ik allemaal even doen. Nou, slaap lekker. Tot morgen.
echt zo slecht geslapen. Maar oké. Volgens mij is het buiten echt 2 graden of zo. Lekkerder dan niet. Dit weekend vier ik Sinterklaas met de familie. En ik moet nog even naar de stad om cadeautjes te kopen. Dus ik ga weer naar Utrecht. Dan even naar de stad. En vanmiddag nog even werken. Goedemorgen. Vandaag wil ik eigenlijk proberen om mijn deadline af te gaan maken van maandag. Zodat ik morgen gewoon even andere dingen kan voorbereiden voor mijn college van maandag. Ik ga eerst even ontbijten. Ik heb echt trek. En nu hopen dat die deadline snel af is. Misschien is het geinig om heel snel even te laten zien wat ik heb gekregen. Allereerst heb ik een kerstboom gekregen. Echt helemaal leuk en gezellig. Oh, ik heb trouwens ook voor het eerst vandaag die kettle cheese en red onion chips op. Ik vind hem echt heel lekker. Deze Hands of My Chocolate caramel zeezout chocoladeletter. Echt super lekkere chocola. Zilveren oorbellen van Fashionology. Ik heb ze gelijk ingedaan. Het zijn gewoon hele simpele zilveren 12 mm ringetjes. En als laatste heb ik dit vaccinelichthoudertje van Zoutsteen gekregen. Ik vind het altijd echt super mooi. Ik heb er ook een lamp van. Allemaal leuk. Laten we de kerstboom op gaan tuigen. Het is gewoon een leuk, schattig klein boompje. Ik vind het echt een schattig ding.